bij de Fluisterboot komen we ook Claudia Landsbergen tegen. En ja, je bent met een bijzondere rondleiding bezig. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben nu een tour met frontoffers van Novotel. Een aanleiding van ons rondje Schiedam voor bedrijven, wat wij 2 keer per jaar hebben. En ja, uit vraag vanuit Novotel mogen wij een tour door de stad, zodat we onze bezoekers van Novotel beter kunnen bedienen van wat hier te vinden is. We zijn nu in de highlights van Schiedam aan het doen. En hoe vinden ze het? Ja, tot nu toe al leuk en we zijn pas 30 minuten bezig. Zijn het mensen die uit de buurt komen? Mensen Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam die bij de front office werken. En die het nu al waanzinnig vinden en benieuwd zijn wat er nog verder op het programma staat. Een tijdje terug hadden we met het management hadden we ook een rondje Schiedam gedaan. En ik dacht van het is ook wel leuk om het een keer met het front office team gewoon te doen. Om een keer de stad te verkennen. Hoe gaat het met Novotel? Ja, gaat heel goed. Het loopt heel goed op het moment. We hebben heel veel groepen ook in het hotel. En afgelopen weekend met North Sea Jazz, dan loopt het hotel natuurlijk ook weer vol. Dus goede business. Ja. En dan is het belangrijk als je daar zit om natuurlijk veel van Schiedam te weten. Ja, zeker weten. Ja. Je wilt toch wat kunnen vertellen aan de mensen die het hotel bezoeken en die de stad komen bezoeken. Dus, Leer je zelf ook nog wat? Ja, zeker weten. Ja. En nu gaan we een rondje met de Fluisterboot doen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus als je in een omgeving woont, dan ga je toch niet zo snel dat soort dingen doen. Dus zeker weten dat ik wat van de stad leer kennen. Zo. Ja. En we gaan naar het Geneve Museum met proeverij. En daarna sluiten we af met een lekkere lunch. En dan hopen dat ze Schiedam beter kunnen verkopen. Daar gaan we wel vanuit.